In 2012 ontwierp en bouwde Van Hattem en Blankenvoort de nieuwe kaderstandaard. Na het verstrekken van een tevredenheidsverklaring door havenbedrijf Rotterdam bezocht de ontwerper samen met de Koninklijke Schuttevaar en EMO de New Dutch Quay. We hebben de kader nu ruim 2 jaar in gebruik. In die tijd hebben we ruim 3000 schepen aangemeerd. En dat varieert van gewoon lichters, dus binnenvaart, tot zeevaart, zeeschepen aan toe. Je ziet hier een prachtig stukje innovatief werk, waarbij gedacht is vanuit het oogpunt van de gebruiker. En dan praat ik zowel over de binnenvaart en de zeeschepen, als vanuit de gebruiker EMO. Dus dit is wel denk ik een sterk stukje Nederlands innovatief denken. Nou, we hebben hier de New Dutch Quay ontworpen, een vlakke, veilige kade waarbij het remmenwerk geïntegreerd is in de bovenbouw. Het voordeel is een hoge mate van beschikbaarheid voor het afmeren van schepen en lage onderhoudskosten. Houten remmenwerk dat gaat slijten, dat heeft een bepaalde slijt. Er zitten vaak stalen beugels aan, die geven schade aan onze schepen. Het wordt niet prompt gerepareerd. En dat is het voordeel van deze kade. Het is er niet, het kan niet stuk gaan ook. De kade die ziet er, zoals je dadelijk zult zien, nog steeds tiptop in orde uit. Dus er zit heel weinig gebruiksschade op, om het zo maar te noemen. We hebben geen reparatiewerkzaamheden aan de kade te doen. Dus het scheelt mensen, het scheelt tijd, het scheelt daarmee geld. Voor ons is het wat dat betreft een ideale kade. Nou, de voordeel is dat hij dus een vlakke kade heeft, snel af kan meren. Op verschillende plekken kan afmeren en er letterlijk heel weinig ruimte is tussen wal en schip. Het geeft het voordeel dat je vlot en veilig aan de wal kunt komen als het nodig is. Het tweede aspect is dat de Rotterdamse haven wel steeds meer ingezet op de tweede vluchtweg. Deze tweede vluchtweg die is aan boord van binnenschepen bijna onmogelijk te behalen. En met deze kade, met de trappen ingebouwd in de kade, is dat geen probleem. En voor het beladen is dat echt de afstand tussen de lading en de kade zelf kleiner wordt, dus je kan ook sneller je goederen lossen. Uiteraard in verband met de strenge milieueisen van tegenwoordig kan je niet permitteren om lading erts, kolen zomaar het water in te duwen. Dat moet je alle tijden voorkomen. Deze kade is voorzien van een opstaande rand, daar blijft hij aan de kant van de wal. Een innovatieve oplossing die gewaardeerd is door onze klant en daarmee kunnen wij, waar we trots op zijn, bouwen op en rond het water. We zouden eigenlijk willen dat alle kaders zo uitgevoerd zouden worden. En daarom geven we ons predicaat daaraan. Trots als Nederlander, trots als EMO. Dat Nederlandse gevoel, dat trotse gevoel, dat hebben wij, zeker met deze kader.